Moritz! Hey, hey. Hoi. Goeiedag. Geef me een elleboog. Alsjeblieft. Hé, jij wil je moeder verrassen? Jazeker wil ik mijn moeder verrassen. Waarom? Waarom? Hij verdient ze. Ze verdient een mooie boodschappenkar. Ze is al lang alleen thuis nu. Ja. Met de corona natuurlijk. En dat is erg vervelend. En ze krijgt ook helemaal geen knuffels meer van mij. Omdat we altijd afstand moeten houden. En daarom vind ik wel dat ze een boodschappenkar verdient. Om dat te compenseren. Ja. Dus die gaan we volgens mij aan de geven. Want hoe moeilijk heeft ze het? Maar best wel zwaar, best wel zwaar. Het is natuurlijk wel te doen en ze heeft veel steun aan de buurt en aan de buren. Dus het heel fijn mee heeft, heeft ze wel veel contact mee. Maar alsnog is het wel pittig als alleenstaande moeder om natuurlijk met de corona thuis te zitten. Waar merk je aan dat ze eenzaam is? Ja, waar merk je dat aan? Dat ze heel erg opbloeit van als je samen met haar bent. Dat je heel erg merkt dat het haar heel veel energie geeft als je even gewoon aandacht aan haar geeft. En samen bent en samen avond eet. En even wel gewoon die aandacht hebt. En dan merk je dat er heel erg contrast is ten opzichte van de tijd dat je de hele tijd niet bent. En eigenlijk niet die eenzaamheid merkt, maar dan... Komt het er zo uit de verf als je wel samen bent. Ja. Nou heb jij een list verzonnen, hè? Ja. Ze weet van niks. Nee, ze weet van niks. Vertel eens. Dat klopt. Nou ja, wat heb ik gedaan? Ik heb gisteren even gebeld, toen jullie mij hadden gebeld. Ik zeg, ja, Christine, je moet even thuis blijven, want er komt nog een kerstpakketje. En dat moet je even voor me aannemen tot 2 uur. En toen zei ze, ja, nee, maar kan de buurvrouw hem dan niet aannemen? Ik zeg, shit. Het is meteen zelf, ja, is de aangetekende brief of zo? Ja, nee, het is een aangetekende. Dus je moet zelf thuis blijven. Dus ze is nu aan het wachten. Beetje pissig, denk ik. Want het was een beetje kortaf natuurlijk. Maar het is des te beter voor de leugen, hè? Ja, tuurlijk. Precies. Hoe groter de verrassing. Ja, zeker. Gaan we boodschappen doen? Gaan we boodschappen doen, kom op. Zo, dan ben ik de kar. Gooi jij de dingen erin? Top, ja, ik vind het wel moeilijk als ik een boodschappenlijstje heb. Dus, hè? Peren. Ja. Het is wel gezond, hè? Ja, ik hou van gezond eten. Ja, maar het is voor je moeder, niet voor jou. Ja, dat is waar, maar ik mag wel gelukkig wat eten, hè? Ja, voor Duitse moeder moet je worst halen. Namens Albert Heijn de Wolf. Dankjewel. En voor de gemeente en geniet ervan. Komt goed. Fijne dag. Graag gedaan. Groetjes. Dag. Fijne dagen. Haha, ze is thuis hoor. Ze is thuis hoor, daar gaan we. Hey Christine. Dag Christine. Hey Christine, ik wou je verrassen. Oh god, ik word gefilmd. Ja, je wordt gefilmd. Toch niet voor de televisie? Jazeker wel. Nee. Och, Moritz. We hebben net uitgebreid boodschappen gedaan, alsjeblieft. Je bent toch een schat. We hebben samen boodschappen gedaan, voor u. Oh, wat lief. En dat is een verrassing van Moritz. Heel lief. Alsjeblieft. Ja. Omdat ik je dit jaar niet genoeg heb kunnen knuffelen. Oh. Een beetje te compenseren. Je hoeft geen tranen, toch? Nee hoor, het is gewoon een verrassing voor u. Ja. Hoe moeilijk is het, die coronatijd? Ongelooflijk moeilijk. Vind ik wel, ja. Maar dit voel ik wel af. Hele fijne feestdagen. Dankjewel. En heel veel succes met de corona. Ja. En laat ik jullie alleen. Hey, groetjes, hè. Dankjewel. Dag! En die wagen moet je weer terugvinden, denk ik, hè? Ja, komt goed. Wat heerlijk, zo'n zoon die zijn moeder zo in het zonnetje zet. Ben jij of ken je nou ook iemand die wel een duwtje in de rug kan gebruiken? Ga dan naar de website rijnmond.nl en stuur me een berichtje. En wie weet, kom ik met een boodschappenkar vol naar jou toe.